Het WK voetbal is nu een week bezig. Er is al een pak wedstrijden afgewerkt en er is nog een hele reeks te gaan. Evenveel wedstrijden waarop je kan gokken. De verleiding is groot, ook voor jongeren. En dus worden hierover vragen gesteld in het Vlaams Parlement. En vragen gesteld in onze studio. Dag dames en heren, ik praat met Björn Anseeuw, Vlaams parlementslid voor de N-VA en onder meer lid van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, met Katia Segers ook Vlaams parlementslid, maar dan voor de SPA en ook lid van de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Nog aan tafel Peter Naessens van de Kansspelcommissie. Allemaal welkom in deze studio. Ja, Peter Naessens, de Kansspelcommissie, ja, we lezen dat vaak in de krant. Hè. De Kansspelcommissie komt tussen. Samengevat, die reikt vergunningen uit of weigert die aan wie kansspelen wil aanbieden. En die commissie controleert ook of de kansspelwet wordt nageleefd. Vat ik het zo goed samen? Het is absoluut een van onze belangrijke taken die u vermeldt. U vergeet wel een beetje een van onze hoofdtaken natuurlijk. En dat is, wij proberen toch ook over de rechten van spelers te waken, de spelers te beschermen op het moment dat het uit de hand loopt of ook preventief. Dus de bescherming van de speler naast de taken die u opzonden is voor ons een essentiële taak. Ja, en jullie vallen onder de Federale Overheidsdienst Justitie. Wij vallen eigenlijk onder de Federale Overheidsdienst Justitie, maar belangrijker is dat wij een commissie hebben, dat wij eigenlijk met 6 ministers werken. Dus er zijn heel veel ministers vertegenwoordigd in de Kansspelcommissie, zowel Binnenlandse Zaken, Economie, de Nationale Loterij, de Financiën, Justitie. En dus eigenlijk hebben wij voortdurend de opdracht om een juist evenwicht te vinden in het kansspelbeleid in België. Ja, het zijn allemaal federale ministers en toch zitten we hier met 2 Vlaamse parlementsleden, maar daar gaan we het straks over hebben, waar die link dan ligt. U zei, wij beschermen ook spelers. Wij doen aan preventie en het WK is bezig. Jullie hebben een preventiecampagne gelanceerd om online gokken, bij jongeren dan vooral, neem ik aan, ja, te vermijden, om hen toch erop te wijzen dat het niet zonder gevaren is? Absoluut. De laatste jaren heeft de Kansspelcommissie eigenlijk vastgesteld dat er toch wel een link is tussen wedden en de voetbalsport. En het stoorde ons toch wel dat in de vorige kampioenschappen, dat we zagen eigenlijk dat het aantal aanmeldingen steeg, dat er meer spelers waren, ook op de vergunde websites, maar dat er ook meer reclame werd uitgezonden. En ik ga even onderbreken, want ik denk dat veel mensen dat niet weten. Als je wil wedden, moet je je eerst aanmelden. Begrijp ik het goed? Absoluut. Dus tenzij u natuurlijk naar een illegale website gaat, maar dat is absoluut niet aan te raden. Maar als u wilt wedden, zijn er vergunde websites, dan wordt u geregistreerd, dan krijgt u ook een spelersleutel, maar vooral dan wordt gecontroleerd of dat u inderdaad geen probleem heeft van gokverslaving. En dus hebben jullie zicht op de leeftijd van mensen die zich inschrijven? Absoluut. We hebben nu gepusht eigenlijk naar het WK toe om een verbeterd systeem te doen om de leeftijd te controleren. We zijn eigenlijk als het ware ook in verhoogde waakzaamheid om te kijken met het WK of dat er geen zware problemen zijn. En dus een van onze aandachtspunten is inderdaad ook dat we zien dat de blokkeringen op voldoende zijn. En we hebben nu gezien ook dat er bijvoorbeeld 160.000 profielen geblokkeerd zijn. En dat zijn profielen, dat zijn minderjarigen, dat kan nog ook verslaafde speler zijn of dat kan iemand zijn die zijn identiteit probeert te verbergen. Dus we zien dat ons vernieuwd systeem eigenlijk goed werkt. En als je zegt, wij hebben zicht op die leeftijd van die mensen die gokken, hoe groot is het aandeel jongeren? Wel, het aan de jongeren, de minderjarigen, is eigenlijk verboden voor minderjarigen. Maar we weten natuurlijk uit wetenschappelijke studies... Laat ons zeggen, 20ers zijn ook nog jong. Heb je daar zicht op? Ja, absoluut. En we zien dat het eigenlijk, laat maar zeggen, de groep 18 tot de 30 jaar, dat die eigenlijk naar de helft van het wetpubliek eigenlijk gaat uitmaken. Vandaar dat onze campagne die wij gemaakt hebben, en we hebben een preventiecampagne ontwikkeld met een website, maar ook bijvoorbeeld met t-shirts, met een heel duidelijke boodschap, maar toch ook ludiek bedoeld eigenlijk, waarin dat wij jongeren willen bereiken, maar ook de minderjarigen. En we hebben als het ware een voetbalclub opgericht, FC Losers, waarmee we duidelijk willen maken dat de minderjarigen die wedden, en dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat die wedden, dat die in het verliezende kamp zitten. Net zoals de adolescenten en de 20ers en 30ers die eigenlijk wedden en de controle verliezen. Die zitten in het verliezende kamp. U heeft een campagne, en u zegt een online campagne gelanceerd. Ja. Welke boodschap zouden jongeren de afgelopen dagen en weken het meest gehoord hebben? De reclameboodschappen van de gokkantoren of uw campagne? Ik vrees dat ze iets te veel de reclameboodschappen zullen gehoord hebben. Wij hadden graag de medewerking gekregen van de Rode Duivels ook, omdat we vinden dat zij ook een zeer grote voorbeeldfunctie hebben door dromen. Maar dat is niet gelukt. Maar dat is niet gelukt omdat er blijkbaar een FIFA-reglement bestaat dat de Rode Duivels niet mogen meewerken aan een preventiecampagne van gokken. Dus dat is wel een beetje frustrerend. Ik denk dat dat kan verbeteren in de toekomst. Ja. Maar desalniettemin zien we toch dat we de jongeren bereiken. Er zijn scholen die ons gecontacteerd hebben, scholen ook met veel kinderen voor gelijke onderwijskansen. Er zijn preventiediensten van gemeenten die ons contacteren omdat ze met die campagne aan de slag willen. Nu, de controle zit federaal, preventie blijkbaar ook. Maar goed, preventie is ook een taak van de gemeenschappen, hè, Björn Anseeuw. U heeft afgelopen dinsdag nog een vraag gesteld over gokverslaving bij jongeren in de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. U bent ongerust? Ik ben bijzonder ongerust natuurlijk, omdat een beleid rond gokken vanuit de overheid, dat bestaat niet uit één pijler. Dat bestaat niet alleen uit preventie, dat heeft ook te maken met de goede behandeling wanneer er een probleem is. Maar vooral ook met het reguleren van de toegang, het aanbod en ook van de reclame. En het is natuurlijk goed om preventieve campagnes te doen. Vanuit de Vlaamse overheid gebeurt dat, ook wordt daar sterk op ingezet. Maar het is natuurlijk een heel erg ongelijke strijd. En ik denk dat u dat met uw campagne ook ervaart. Het is een heel erg ongelijke strijd natuurlijk met de ongelooflijke marketingmachine van de gokindustrie zelf. Als je weet dat die op 1 jaar tijd in ons land alleen meer dan 1 miljard euro winst maken, dan kun je er wel iets bij voorstellen, bij de middelen die zij kunnen inzetten eigenlijk om hun product te verkopen. En dan zie je vandaag inderdaad dat het spanningsveld dat er altijd is, zeker binnen de overheid, tussen enerzijds die industrie die haar winst wil maximaliseren en anderzijds onze zorg toch voor die volksgezondheid, ja, dat de slinger toch wel is doorgeslagen naar de verkeerde kant, wat mij betreft dan toch, namelijk richting die winstmaximalisatie van die gokindustrie. En we zien inderdaad, jongeren zijn een heel grote groep als het gaat over spelers, maar zijn ook een zeer kwetsbare groep als die in volle ontwikkeling zijn. Dus ik denk dat bijkomende maatregelen om vooral die jongeren, maar eigenlijk alle spelers in ons land te beschermen, dat die nodig zijn. En dan gaat het onder andere, toch heel belangrijk denk ik, over het reguleren van het aanbod en ook de reclame. Want vandaag de dag zie je dat men eigenlijk zeer agressief te werk gaat. Maar goed, de reclame, daar wil ik het straks over hebben. De preventie, want dat is een taak van de gemeenschappen. Kan daar nog een tandje worden bijgestoken? Want ik begreep toch van minister Van Deurzen, die geantwoord heeft dat de Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen, de partner zeg maar, van de Vlaamse overheid wat dat betreft, gokken mee in zijn beheersovereenkomst heeft genomen. Dat klopt, de VAD is daar heel actief, zet daar heel actief op in. Ook in onderwijs is er een aanbod met UBIT bijvoorbeeld. Hè? Dat is eigenlijk een spelvorm voor 16 tot 18-jarigen, waarbij men ook aan preventie doet, maar ook offline natuurlijk. Dus er gebeurt heel erg wat. Kan er een tandje bij? Het kan altijd meer. Kan je meten hoe effectief dat allemaal is? Nee, dat is eigenlijk een nagel waar ik al jaren op klop als het gaat over preventie rond geestelijke gezondheid in het algemeen, maar ook rond gokken. Elke preventieve actie. Het is heel erg moeilijk om directe parameters te hebben om het effect daarvan te meten. Maar wat we wel weten natuurlijk, is dat omgevingsfactoren heel erg belangrijk zijn. En dan kom ik terug op het punt. Je zit in een bepaalde context, je hebt een bepaalde industrie die een heel sterke marketing heeft. Ja, de vraag is, hoe ga je daarmee om? Want je kunt natuurlijk allerhande preventieve campagnes op poten zetten. Maar als je natuurlijk na verloop van tijd en als er een bepaald stuk van die industrie ook niet meer wordt gecontroleerd gedurende enkele jaren, ja, dan dreig je een beetje met de kraan open te dweilen. En niet dus gecontroleerd, hoor ik u zeggen. Is dat een verwijt aan de Kansspelcommissie? Het is een vaststelling. Wordt er te weinig gecontroleerd, Peter Naessens? Wel, ik denk dat het zeker beter kan. Ik denk dat we zijn nu in het 7e jaar dat het personeelsplan is ingediend van de Kansspelcommissie en we wachten nog altijd op de eerste uitvoering. Je hebt geen volk genoeg dus. Ik denk dat er daar wel wat verbetering bezig is. Maar desalniettemin is het wel zo dat wij met politiemensen werken, dat wij lokale politie opleiden. Dus als er in bepaalde gemeenten een probleem is met bepaalde kansspellinrichting, cafés of waar spelautomaten staan dan. Waar spelautomaten staan, dan wordt er aan de lokale politie een opleiding gegeven en kunnen er onmiddellijk doelgerichte acties plaatsvinden. Wat dat ook gebeurd is recent, bijvoorbeeld in Sinterparks, is het zo, als het duidelijk is dat er iets onder de radar is gebleven en we zien dat het absoluut noodzakelijk is een optreden, kunnen we toch heel snel tussenkomen. Ja. Het is hier al gevallen, reclame. Katia Segers, ik zei daarnet, u bent ook lid van de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Ook daar zijn al vragen gesteld over gokken nu wat reclame betreft. Er was begin deze week na de match België tegen Panama ophef over sponsorboodschappen van een online gokkantoor. Boodschappen die bij de openbare omroep dus prominent in beeld waren. Is het een storm in een glas water of was het toch wel niet voor herhaling vatbaar. Ik denk dat dat absoluut niet voor herhaling vatbaar is geweest. Ik was ook zelf bijzonder geschrokken om die reclame te zien om 17 uur trouwens. Op een uur waar moeders, vaders waren wat vroeger naar huis om de match van de Duivels te kunnen volgen. Maar ongetwijfeld met hun kinderen zaten naar de televisie te kijken. Nu, onze mediadecreet voorziet sowieso verbod van reclame rond kinderprogramma's. Omdat we precies weten dat kinderen toch ook die gevoelig zijn voor reclame. Want de kans is groot dat er meer kinderen zaten te kijken dan naar... Dus, kabouterplop, bij wijze van spreken. Absoluut, absoluut. Iedereen was aan het kijken. De straten waren leeg maandag. Dus ik heb me daar echt grote ogen getrokken. Wij hebben in de commissie trouwens gisteren, toen we de VRT op bezoek hadden, een jaarverslag daar ook over aangesproken. VRT beseft dat geen goede zaak was. Want er, trouwens, was ook zelfs eigenlijk niet op vraag van de, heb ik begrepen, van het bedrijf zelf. Die hadden ook het liever gezien, niet. Ja, ze hebben in de media gezegd dat ze dit eigenlijk niet hadden willen zien gebeuren. Hè? Ja, dus ik denk dat we daar toch moeten grondig over nadenken. Federaal heeft mijn collega Vanvelthoven al een initiatief ingediend op een verbod. Een verbod voor reclame voor online kansspelen. Ik denk dat we ook in ons mediadecreet daar bepalingen zouden kunnen rond opnemen die er nu niet zijn. Kan je als Vlaams Parlement een stok achter de deur creëren om dit te vermijden, om de openbare omroep, die werkt met gemeenschapsmiddelen, te beletten dit nog toe te laten? Ten eerste ben ik ervan overtuigd dat wij de VRT verwachten we dat zij de lat heel hoog legt, dat zij een voorbeeldrol speelt. Dus dat zij daar vanuit een ethisch perspectief eigenlijk zelf het besef zou moeten hebben van dit is niet voor herhaling vatbaar. Ten tweede denk ik, zoals ik daarnet zei, dat we ook kunnen in het mediadecreet daar initiatief toe nemen en ik ben aan het bekijken wat ik daartoe kan doen. Ja, en u bent ook professor in de communicatiewetenschappen aan de VUB. Ik heb collega's van u gelezen van KU Leuven die wijzen op het effect. Hè. Dit wordt als normaal beschouwd en zo gepercipeerd door kinderen. Ja, als we weten dat in de leeftijdscategorie van 10 tot 12, dus zeer jonge kinderen, al 1/3 al een kraslotje heeft gekocht, 1 op 6 al echt geld heeft verspeeld, dat we weten dat tussen 12 en 18 de helft van de kinderen spelen, dan moeten we daar denk ik heel alert voor zijn. Want vroeg begonnen is later gedaan in alleszins. Ja. Het begint met een kraslotje, maar de kans dat het eindigt in een problematiek zoals verslaving is eigenlijk wel reëel. En als je daar dan nog promoot met reclame, dan wordt het heel genormaliseerd. Hè. Dan wordt het spelen absoluut genormaliseerd. Meer nog, het wordt voorgesteld als iets leuk. Terwijl de campagne van de Kansspelcommissie is er toch op gericht om vooral te wijzen erop dat je vooral verliest met kansspelen. In de aanloop naar het WK konden we lezen in een nationale krant dat ex-gokverslaafden dit de moeilijkste periode van het jaar noemen. Zou uw werk vergemakkelijken? Moest er geen reclame mogelijk zijn? Wel, het toont ook aan dat het probleem van minderjarigen, er is al een verbodsbepaling en ze spelen toch nog eigenlijk kansspelen. Dus verbodsbepalingen hebben een bepaald doel om de norm te vestigen. De minister van Justitie, Geens, is daar ook aan het werken eigenlijk, om duidelijke verbodsnormen te gaan installeren en die af te dwingen. Want nu kunnen we een campagne stilzetten, maar we weten niet wanneer dat we ze moeten stilzetten. Dus er zijn een aantal problemen die eigenlijk vastgesteld worden. Bijvoorbeeld is er een seksistische reclame geweest. Het zelfregulerend orgaan treedt daar tegenop en de keer erop is het opnieuw prijs. Dat kan niet. Dat moet stoppen, absoluut, ten aanzien van minderjarigen, ten aanzien van gokverslaafden eigenlijk. En daar kan er beter worden. Wat is eigenlijk het probleem? Het Belgisch model, het regulerend model van kansspelen, is eigenlijk een voorbeeld voor gans de wereld en eigenlijk ook voor Europa. Maar goed, als er illegale gokkantoren op het internet actief zijn, hoe kan je dat beheersen? Daardoor is het een voorbeeld. Bijvoorbeeld in Zwitserland heeft men bij referendum 75% van de bevolking gekozen voor het Belgische model, omdat zij een gereguleerde online markt hebben, omdat zij weten dat die illegale markt niet gecontroleerd wordt. Dus wat is hier het probleem met de reclame? De principes, de belangrijke en goede principes van regulering worden niet toegepast op reclame. En wat zijn die principes? Inperking van het aanbod. Men mag niet hetzelfde aanbod hebben als dat op de illegale markten. Er moeten maatregelen komen ten aanzien van minderjarigen. Er moeten maatregelen komen ten aanzien van hokverslaafden. Zowel op vlak van media, maar ook als op vlak van direct marketing. Dat zij zomaar geen sms'en en berichten kunnen krijgen. En daar is men nu eigenlijk aan het werken, ook bij het KB. Ik denk dat we in de laatste fase zijn. Dus het advies van de Raad van State komt eraan. En daarna zal het ook dan politiek gefinaliseerd worden. En dat is wat hier het echte probleem is. Inderdaad, in de reclame, het is alsof dat er te weinig inperkende maatregelen zijn. En de zelfregulerend initiatief van de sector is wel positief. Dat ze inderdaad rond die voetbalwedstrijden heen reclame voor dat gokken willen doen. Maar aan de andere kant moet het natuurlijk effectief uitgevoerd worden dan. En niet natuurlijk tot incident leiden waar dat er dan toch reclame is. Ja, nu, reclame zit federaal. Het gaat eigenlijk over consumentenbescherming. Hè. We lezen dat de federaal minister van Justitie, Koen Geens, ja, een van de ministers die toeziet op uw werk, aan een nieuwe kansspelwet aan het werken is. En naar verluidt zou die wet gokreclame aan banden leggen. Klopt dat? Absoluut, het klopt. Het is natuurlijk, reclame blijft een gewestelijke bevoegdheid. Maar wij zijn natuurlijk bevoegd voor de gereguleerde vergunningshouders. Dus ja, wij kunnen opleggen, ook als Kansspelcommissie en samen met minister Geens, kunnen wij zeggen aan die vergunninghouders, op dat moment zult u die reclame niet uitzetten. En weten we al wanneer dat zou zijn? Absoluut, dus het koninklijk besluit is besproken geweest ook met alle bevoegde ministers van de federaal. En wanneer mag het niet? Wanneer mag het dan? Dus wij moeten wachten, wij moeten een democratische weg volgen. Het advies van de Raad van State. Ik denk dat het in het najaar zal besproken worden. En dat maar goed, het dan ik hoor u zeggen uitzenden, het gaat dus over televisie. Maar dan vraag ik, ja, klopt dat? Het over televisie, over online ook. Het gaat over, ja, want dat wou ik net vragen. Hè. Hoeveel jongeren kijken nog naar de klassieke televisie, Katia Segers? Uiteraard, massa's. We kijken ongelooflijk veel televisie. Ja, en we kijken steeds meer televisie, maar we kijken het op verschillende schermen. En we kijken ook steeds meer uitgesteld. Dus het lineaire kijken al direct, dat neemt af. Ja, maar jongeren kijken ook online natuurlijk. Ze kijken heel meestal online, meer en meer. En daar komen ze in contact met illegale sites online? Absoluut. Dat is een probleem, Björn Anseeuw. Zeer zeker. Wat kunnen we daaraan doen als Vlaams Parlement? Enfin, jullie als Vlaams Parlement? Van het Vlaams Parlement eigenlijk niet zoveel. Wat we wel kunnen doen, we zijn bevoegd voor preventie. Maar ik zeg het, het hangt allemaal aan elkaar. En ik denk dat de grootste brok werk nu op het federale niveau ligt, waar er inderdaad de regulering van het aanbod en de reclame moet komen. En ik vind ook dat we toch eens man en paard moeten kunnen noemen. Het gaat niet alleen over de overheid die zaken moet regelen. Ik denk ook dat er toch vanuit moreel en ethisch perspectief een aantal grenzen zijn overschreden door de gokindustrie zelf. De voorbije jaren, je kunt zeggen, ja goed, ze nemen de ruimte in die je hen laat, dat klopt. Maar er zijn toch wel grenzen aan alles, denk ik. Als je de reclamepraktijken de dag van vandaag ziet, als je een week niet online gaat gokken, dan krijg je een mail met de boodschap dat de echte winnaars spelen en niet wachten van te spelen. Ik vind dat bijzonder agressief. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat het punt wat u daar straks aanhaalde over gokverslaafden, die zeggen, ja, dit is eigenlijk een van de moeilijkste periodes voor ons. Ja, je mag niet vergeten, wanneer je een verslavingsprobleem ontwikkelt, en dat gebeurt zeer vaak op jonge leeftijd, dan is dat eigenlijk een strijd die je daarmee moet leveren voor de rest van je dagen. Dat je leven wordt daardoor bepaald zeer sterk op een negatieve manier. Dus we moeten er alles aan doen om dat te voorkomen. Maar ik denk dat we echt wel regels moeten gaan opleggen die reclame toch flink gaan beperken en de impact daarvan ook aan banden gaan leggen. Want zoals het nu gaat de voorbije jaren, zo kan het eigenlijk niet verder. Ja, want de tabaksindustrie is ook aan banden gelegd. Hè? Dus waarom zou dat niet kunnen voor gokken? Maar precies, ik denk dat we ook vanuit Vlaanderen, precies via ons mediadecreet, een verbod kunnen... Het is vandaag al verboden voor wapens, farmaceutische producten en zo verder. Zijn er al verbodsregels ingevoerd. We kunnen daar absoluut ook vanuit Vlaanderen een verbodsregel invoeren voor online reclame. Bent u daar zeker van? Want in de voorbereiding van dit gesprek ben ik eens gaan neuzen in vragen die in andere commissies nog gesteld zijn hierover. En ik heb toch moeten vaststellen dat de Franse gemeenschap dit geprobeerd heeft en teruggefloten is door het Grondwettelijk Hof. Dit is niet jullie bevoegdheid, was het oordeel. Ja, maar laten we dat dan onderzoeken. Ik vind dat de problematiek dermate belangrijk is. We weten ook uit onderzoek dat de meeste Belgen en Vlamingen absoluut ook voor een verbod zijn. Dus laat ons dat op tafel leggen en bekijken wat we zowel federaal als Vlaams kunnen. Ik kan me wel voorstellen dat je als Vlaams parlement misschien nog wel enige grip kan hebben op de openbare omroep. Ja. Maar hoe zit dat met de commerciële omroepen? Want op nachtelijke uren zie ik zie ik casino's op het scherm verschijnen. Kan je daar grip op krijgen? Wel, we hebben op een gegeven moment ook een verbod op koopspelletjes ingevoerd. Dus ook daar, ik denk dat we moeten kijken wat dat er kan. En er kan volgens mij, maar in een samenspel tussen federaal en Vlaams, moeten we zien waar dat we belanden. Ben je daarmee eens, Björn Anseeuw? Het klopt inderdaad dat de bevoegdheidsverdeling niet altijd even duidelijk is. Er is inderdaad de rechtspraak waaruit blijkt dat het vooral over consumentenbescherming gaat. Maar het is natuurlijk ook zo dat in het kader van het mediadecreet, dat vandaag eigenlijk alleen over televisie en radio gaat, niet over het online aanbod, dat we daar inderdaad moeten kunnen onderzoeken wat daar kan gebeuren. Want ik denk dat iedereen die ook maar een steen kan verleggen in die stroom, dat ook moet doen. En dat kan een stuk op het Vlaamse niveau, maar dat is ook voor een belangrijk stuk op het... Tijd om daar eens naar te kijken en aan te sleutelen dan? Ik denk het wel, want ik denk dat de regelgeving een beetje achterop hinkt op de realiteit die zeer snel evolueert. Ik heb enkele jaren geleden al aan de alarmbel getrokken bij minister Gats en ook een vraag daarover gesteld. Hij was op dat ogenblik nog niet echt happig om daar een zeer actieve rol in op te nemen. Maar ik denk dat de realiteit hem nu heeft ingehaald. En ik denk dat we daar inderdaad moeten naar kijken. Ja. Maar goed, u moet niet wachten op de minister. Hè. U kan zelf aan de decreten sleutelen. Hè. Dat klopt. En dat is wat ik ook net heb gezegd. Dat iedereen die daar een steen kan in verleggen, dat ook moet doen. Ja. Nu, in afwachting zou je kunnen zeggen, laat ons dan de jongeren weerbaarder maken. Ook dat is preventie, denk ik. Nu, die Vlaamse overheid heeft een kenniscentrum MediaWijsheid. Heel kort samengevat, wat is de bedoeling van dat centrum en kan het dan ook een rol spelen in dit onderwerp? Ja, het Centrum MediaWijs is de vorige legislatuur opgericht omdat de vaststelling was dat de media beheersen eigenlijk ons leven. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, we staan op. We leven niet meer met media, we leven in de media. Die media worden ook steeds veelomvattender. Er is het online, de digitalisering heeft daar een enorme belangrijke rol in gespeeld. Maar dat is een bron, media zijn een bron van kennis, van plezier, van empowerment. Maar er zijn ook heel veel risico's. En vanuit dat besef dat we zowel het beste moeten halen uit wat dat de media ons bieden, maar ons ook moeten indammen voor de risico's van de media, is het Centrum MediaWijs opgericht. En wat doet dat centrum dan precies? MediaWijs aanvankelijk en nog altijd werkte eigenlijk het Centrum MediaWijs als een kennisplatform, waar dat alle organisaties in Vlaanderen die bezig zijn op een of andere vorm met te werken aan mediawijsheid, dat gaat over reclamegeletterdheid, dat gaat over technische vaardigheden, maar ook bijvoorbeeld kritisch nadenken in deze tijden van fake news. Dus mediawijsheid omvat eigenlijk wel het hele scala. Maar goed, dat centrum moet dan de kijker, de luisteraar, de lezer, de suffer bereiken toch op een bepaald moment. Dus voilà, maar het is wel degelijk opgericht als een soort van kennisplatform voor organisaties. Hè? Dus nog niet rechtstreeks... En dan kom ik tot mijn initiële vraag. In verband met online gokken, reclame voor online gokken, de mate waarin je daar aan blootgesteld bent, kan dat centrum daar dan iets aan doen? Of zeker. Zij werken rond heel veel thema's. Bijvoorbeeld cyberpesten zijn ze heel intens mee bezig. En heel belangrijk werk aan doen daar. Waar dat ze tools ontwikkelen, zowel voor ouders als voor scholen, als voor kinderen zelf. En je zou absoluut ook aan MediaWijs vragen om een tool te werken rond de problematiek van de blootstellen van gevaren voor gokken. Ik denk bijvoorbeeld ook aan het feit... Hoor ik hier een nieuw partnerschap ontstaan met de Kansspelcommissie? Ja. Ik denk dat het een logische evolutie is. De Vlaamse regering heeft ons enkele weken geleden advies gevraagd. Waar dat vroeger de minister van Volksgezondheid in de Kansspelcommissie zit, is dat nu inderdaad een gemeenschappelijke en gewestelijke bevoegdheid. En ik denk dat we sowieso naar meer samenwerking moeten gaan. Ja, het zal niet anders kunnen. Hè? Want u heeft het ook al gezegd, dat federaal... heeft hier een verantwoordelijkheid, maar gemeenschappen evengoed, de gevesten ook. Ja, absoluut. Wat ik ook nog wil aanvullen, waar dat MediaWijs volgens mij ook moet op inzetten, is, want we hebben het nu over kraslotjes en de machines en online gokken, maar er zijn ook vandaag in heel veel games en apps voor kinderen zitten al de lootboxen, hè, noemen we bijvoorbeeld, hè, waar dat kinderen effectief worden aangespoord om geld, effectief geld of virtueel geld in te zetten. Dus ze worden op heel jonge leeftijd eigenlijk ook al via games aangemoedigd om te gokken. En dus dat element, goed, daar is men veel te weinig besef. Die game-industrie niet bij jullie langskomen om te vragen, krijgen we een vergunning? Hè? Zij komen deze dagen langs omdat ze een probleem hebben met ons. Wij vinden het absoluut schandalig wat dat er gebeurt. We hebben ook al jaren geleden daarover aan de bel getrokken. En vooral, het toont soms aan dat de minderjarige soms minder beschermd is dan de volwassenen in een casino. En dus hij kan daar duizenden euro's verliezen door casino-elementen die in een videogame verstopt zijn. Een ouder kan dat onmogelijk zien. We hebben 5 maanden met 5 mensen dat onderzocht om tot de conclusie te komen. Dus absoluut, dat is een braakliggend terrein waarin dat jongeren eigenlijk gelokt worden voor Amerikaanse bedrijven om daar eigenlijk gokken aan te leren. Dus er moet daar absoluut snel en ernstig worden tussen gekomen. Ja. Nu, het afgelopen half uur bijna zijn er heel veel preventieacties de revue gepasseerd. Op welk niveau is er van alles gebeurd? Ik vroeg in het begin, bent u ongerust? U zei ja. Als we dan even de resume maken van al die preventie, bent u al een beetje meer gerustgesteld? Of blijft u toch wel in het laatste half uur is er natuurlijk nog geen nieuwe regelgeving gekomen, waardoor dat de marketingmachine van de gokindustrie aan banden is gelegd. Wat er allemaal al bestaat, dat is wel veel, hè? Ja, er is inderdaad al veel, maar er ontbreekt een belangrijk stuk en dat gaat over het reguleren van het aanbod en de reclame. Ik vind de agressieve manier waarop aan reclame wordt gedaan door de gokindustrie... Ik hoor dat Peter Vanvelthoven in de federale Kamer daar werk wil van maken. Krijgt u de steun? Enfin, gaat u bellen met uw collega's in de Kamer? Steun die Vanvelthoven? Ja, maar wij hebben ook Kamerleden die daarmee bezig zijn natuurlijk. Ja. En elk heeft voorstellen en die voorstellen verschillen wel van elkaar natuurlijk. Zo gaat het in de politieke besluitvorming. Dus, maar ik denk dat het belangrijk is... Maar om die jongeren, hè? Ja, en maar goed ook. Ik denk dat het onze taak is om inderdaad te waken over de bescherming, in het bijzonder van die jongeren, die zeer kwetsbaar zijn. Als je inderdaad ziet dat ze spelenderwijs geleerd worden om te gokken zonder dat ze zich daar bewust van zijn, dat vind ik dat eigenlijk wel de schande voorbij. Dat kunnen we inderdaad niet toelaten. Dus we moeten dat aan banden leggen, gewoon met het oog op die volksgezondheid en die maatschappelijke kost die anders zal exploderen. Want de ellende die een gokverslaving, niet alleen voor degene die het probleem heeft, maar ook zijn omgeving, zijn familie, zijn vrienden en ook voor de samenleving teweeg brengt, ja, we moeten daar paal en perk aan stellen. Ja. En het is goed dat we daar nu over spreken, dat we daarover bezig zijn, over de partijgrenzen heen. Maar ik begrijp dat iedereen er paal en perk wil aanstellen. In elk geval bedankt voor dit gesprek. Peter Naessens van de Kansspelcommissie, Björn Anseeuw van de N-VA. Overigens, uw vraag die u gesteld heeft aan de minister wordt aansluitend op dit debat uitgezonden op deze zender. En Katia Segers van de SPA, ook bedankt om bij ons te zijn. En uw beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Graag tot een volgende keer.